nog snel de outfit van vandaag. En ik wil ook echt heel erg graag uittesten hoe de pleisters gaan met hooikoorts. En we lopen in het park en zal ik jullie uitleggen wat ik voor activiteit voor jullie heb. En het was echt wel heel leuk om te doen, moet ik zeggen. Zo, en Bobby komt nu lekker. Ja, hoe noemen wij dat? Bobby-tijd. We hebben de Danio gepakt. Danio Limited Edition, romig kwark met drop. Het is zaterdagochtend. Ik ben me nu snel te opmaken. Ik heb net gedoucht. En dan ga ik zo Sarah ophalen. Mijn huid is nog steeds niet op mijn top. Dus ik blijf echt fan van de concealer. Maar ik probeer mijn huid verder wel zoveel mogelijk te laten ademen. Deze concealer is wel altijd luchtig. Dus ik heb altijd gemerkt dat mijn huid daar niet heel veel last van heeft. Vandaag deze, de corrector stick van Collistar. Die heb ik in kleur 2. Ik heb ook kleur 1, maar op het moment gebruik ik die niet heel veel. Doe ik echt maar een basic make-upje op, want ik moet echt de deur uit. Ik was net heel even in de tuin, bij de konijntjes. En volgens mij helpen mijn plakkers tegen de hooikoorts wel aardig. Het gevoel dat het minder is. Maar ik heb het eigenlijk ook nog niet heel goed uitgetest. Dus ik weet het nog niet helemaal. Eyeliner en ik echt haat liefde. Maar het valt mee vandaag. En ik heb ook niet zo heel veel tijd. Ik ben trouwens wel heel blij met mijn laagindeling. Alleen ik moet die laatste paar bakjes nog binnenkrijgen. Maar ik heb mijn pakket niet binnengekregen en daar baal ik een beetje van. Maar dan kan ik maandag weer overbellen. En dan kan ik het... Oh, waarom? Dan kan ik het laten zien als die la helemaal klaar is. Moet ik dat nou weer doen? Even nu gewoon even opschieten. Het zonnetje schijnt trouwens echt lekker buiten. Het ziet er echt heel zomers uit. Alleen weet ik, als ik dan buiten kom, vind ik het weer koud, want... Het is gewoon echt winterstemperatuur bijna. Al ziet het er echt uit als lente-zomer. Omdat die zon al zo lekker fel is. Maar goed, daar hebben we niet zoveel aan. Dat andere oog en dan kan ik mijn spullen pakken en gaan. Vandaag doe ik deze, denk ik op. Nog snel de outfit van vandaag. Jas, Jacqueline Jong, trui, warehouse... Broek, levi's, vagebondlaarsjes. Tas is van Ted Baker. Ik heb deze oorbellen in, die zijn van Blush. Het zijn twee keer dezelfde, alleen een andere maat. En horloge Michael Kors. Geweldig. Mag nog kruis. Fantastisch. Oh, ik heb er helemaal koud van. Het lullig is, kijk ik aan de andere kant van de straat. En er staan de auto's in de zon en die hoeven dus niet te krabben. Daar had ik hem dus beter kunnen parkeren. En ik ben weer helemaal blij, want Sarah is weer bij mij. Ja. In het ruimte. Oh, met je kind. En Sarah is nog aan het eten. Die is nu snel met lunchen. Ja, ik wil alleen nog even lekker naar buiten. Hè? Ja. En ik wil ook echt heel erg graag uittesten hoe de pleisters gaan met hooikoorts. En grappig, ik kreeg net al een app van mijn fysio. Ik loop al zo lang bij hem, dus ik heb ook zijn nummer en hij de mijne. Niet dat we ooit appen verder, hoor. Alleen als het noodzakelijk is. Maar nu stuurde hij... Sorry dat je... Wat stuur, maar ik ben toch wel heel benieuwd hoe ver het werkt. Maar ja, gisteren ben ik niet heel veel buiten geweest, dus heb ik het niet heel goed kunnen uittesten. En nu gaan we dus en lekker even buiten zijn en even bewegen en frisse lucht. Maar kan ik gelijk uittesten hoe erg ik reageer. Weet je wat, trouwens even kijken hoeveel pollen er zijn vandaag. Dan zal je zien dat vandaag misschien precies niet zo'n pollige dag is. Oh jawel, toch wel. Mag ik kijken? Dat, kijk... Heel veel pollen. Oh. Dus ja, je vindt het heel interessant. Wij zitten in de onderkant. Veel pollen. Ja, wij zitten bij veel pollen. En geloof me, vanaf dat hij op 4 komt,
reageer ik. En hij zit nu op gradatie 7. Dus daar reageer ik altijd wel flink op. Dus het is... Hij staat op 4. Nee, waarom stond hij op 7, schat? Met de kleur. En er staat een getalletje in. En 10 is dus het allerergst. En 0 is niks. En zo ertussen. Dus 7, dat is echt flink al. En met 4 ga ik al echt reageren. Dus dan nog 5, 6, 7 erbovenop. Ja, nog 3 weer bij. Ja, dus dan reageer ik aardig. En omdat het in één keer zo warm is geworden. Normaal, als het dan langzaam warm wordt, dan gaat de ene boom reageren. He, die gaat pollen maken. En daar reageer ik op. En dan wordt het weer iets warmer. En dan gaat de andere boom pollen maken. Maar dan is de eerste soms al klaar. Maar wat heb je dit jaar? Het is zo in één klap van het vriezen, bam, naar warm weer geworden. Dat heel veel bomen tegelijk pollen zijn gaan maken. Dus het is ook al meerdere keren op het nieuws geweest. In plaats van 2 of 3 boomsoorten zijn er nu geloof ik 7 al actief tegelijk. Dus daardoor heb je heel veel pollen, meer dan normaal. Ik ben andere 6. Maar het voordeel daarvan is dat je het nu dan heel zwaar hebt. Maar dat sommigen eerder klaar zijn. Dus dat we kans hebben dat meer in de zomer of het najaar er minder is. Omdat er al heel veel is geweest nu. We hebben ondertussen Mila opgehaald, want Sarah wilde Mila graag mee. En we lopen in het park en zal ik jullie uitleggen wat ik voor activiteit voor jullie heb. Ik heb, en daar moeten jullie wel samen mee doen, even kijken hier, een oude telefoon meegenomen. Daar zit een camera op. Wat jullie mogen gaan doen is zoveel mogelijk. Je had het toch ergens een beetje zoeken. Ja. En daar moet je een foto van juist maken. En dan kan je dus in de foto's ook kijken, hebben we dit dier al? Want als je het dier al hebt, mag je er geen foto meer van maken. Als je hetzelfde dier al hebt. Dus je moet dus echt opletten. Het mag van alles zijn. Insecten, vogels. Okay. Voor hetzelfde wat zie je muis. Om en om de foto's en de camera. Ja, okay. En jullie kunnen de camera openen natuurlijk zonder de telefoon. Nee, gewoon hier van het hoekje naar boven. Ik wil even. Deze rustig. Ze wil de camera laten zien hoe die aangaat. Nee, dat wil ik niet. Kijk. Zo, ik maak de foto's. Jij onthoudt dieren. Nee, samenwerken. Zo kunnen we samenwerken. Nee, samen zoeken, samen kijken. De camera is rechtsonder, kan je hem openschuiven. En ik zie al dieren. Maar dan moet u wel rustig naartoe lopen. Probeer een goede foto te maken zonder ze weg te jagen. Ja, jullie hebben al eentjes. Oeh, maar die gaan weg. Dan, Sarah, dan moet je stilstaan. En dan moet je even inzoomen. Maar er staat ook nog een ander dier bij. Dus die moet je op een andere foto natuurlijk krijgen. Dus je mag maar 1 diersoort op een foto, hè? Doe jij de 1, doet Mila de andere diersoort. Zo leuk, we hebben eentjes die echt helemaal op bezoek komen. Ja, en ik wil wel een foto laten zien. Oh, ja, dat zie je zo niet, schat. Dus ik zie Mila. Alleen mijn weerkaatsing. Ja, mooi hè, zijn ze. Die mannen. We zijn weer thuis. En de meiden zijn gelijk de konijnen aan het doen. Zij moesten konijntjes eten geven. Maar Mila wilde wel. En het was echt wel heel leuk om te doen, moet ik zeggen. Alleen gingen ze op een gegeven moment, dat was eigenlijk niet de bedoeling. Maar gingen ze ook allemaal hondeneigenaren af en allemaal andere soorten honden vinden. Maar ik had ze prima. Insecten waren er al niet te vinden. We hebben echt letterlijk nog geen spin of mier gezien. Echt niks. Gewoon 0,0 insecten. Wat ik normaal heel fijn vind, maar vandaag niet heel handig vond. Maar goed, het was ondanks dat heel erg leuk. Ze hebben heel veel vogels gezien. En ook bijvoorbeeld het verschil tussen een waterkip en een meerkoet geleerd. Tussen een spreeuw, een kraai en een merel. Dat weet je. Wat dan? Wat zouden we eten vandaag? Bami. Yes. Verschillende soorten eenden. Wat hebben we nou meer gezien? Allemaal dat soort dingetjes. En zelfs de groene halsbandparkieten zijn we tegengekomen. Alleen die lukte niet op de foto. Maar echt, het was echt wel leuk. Ik vind ook dat ik het zomaar goed verzonnen heb van mezelf. Soms komt er nog wat nuttigs uit. Ik ben meestal niet zo heel creatief met dit soort dingen verzinnen. Maar vandaag had ik een goede bui. En nu is Mila mee, want ze gaan hier spelen en Mila wil graag mee eten. En aangezien bami maken, dat is makkelijk aan te passen voor op zoetje meer. Dus Mila blijft hier tot na het eten. En die eet gezellig mee.
Dus de meiden hebben het helemaal naar hun zin nu. Daarmee. Ik moet wel even mijn telefoon laden, want die ene was helemaal leeg. Die oude die ik mee had. Zoveel foto's hebben ze gemaakt. En de mijne, daar zijn ze mee verder gegaan. Die is ook zo goed als leeg. Dus er moet even flink wat juice in. Even lekker tegenzetten, een dikje erbij gepakt. Oh, die camera is niet heel handig zo. Want het voelde niet heel koud. Ik had alleen koude handen buiten. Maar dan kom je binnen en dan voel je hoe koud je het eigenlijk had. En dat was toch eigenlijk best koud. En de hooikoorts. Ik moet zeggen, ik voel me heel, heel licht verkouden. Maar het is echt heel minimaal. Dus voor mijn gevoel... dit is echt heet nog. Werkt het best wel goed. Ja, ik heb niet echt branderige ogen. Eigenlijk helemaal niet. Heel licht dat ik denk, nou, ik sla enigszins dicht. Mijn keel is nog wel gevoelig van het hele vele niezen. En als ik ga niezen, slaap mijn keel droog, ga ik hoesten van. Dus ja, dat moet gewoon even herstellen. En daarbij, ik ben sowieso heel gevoelig. Ik kan van inademen gewoon een hoestbui krijgen. Maar ik ben in ieder geval heel tevreden voor nu. Zo, en Bobby komt nu lekker. Ja, hoe noemen wij dat? Bobby-tijd. Bobby-tijd. Yeah. Bobby. Hallo, gekke kleine Bobby. Hallo, kleine knabbelkous. Kleine knabbelkous. Gezellig met deze twee tondensteentjes aan tafel. Zo, Mila, kan je lachen? Niks hoor. Ja, maar lekker eten. Ik heb jou nog niet opgeschreven, want dan is het koud. Makkelotje, mag ik de uitjes? Wat zeg je? Makkelotje, mag ik de uitjes? Ik ken het niet hoor. Ik weet niet wie dat is, maar hier zie je niet in mijn huis aanwezig. Hé! Hey, Martelotje! Geef nou Mila de eerste uitjes aan! Ja, maar ik heet helemaal niet zo. Zo heet je wel. Ja, ik heb je geheim verraden. We hebben de Danio gepakt. Danio Limited Edition romig kwark met drop. Het is lekker. Proeven. Is het lekker? Even, ik wil ook even proeven. Het smaakt niet heel erg naar drop. Nee, het is best lekker. Ik was er heel huiverig voor, maar ik vind hem echt lekker. Mm-hmm. Ik denk zelfs als je niet van drop houdt, dat je het nog steeds lekker vindt, want... Ik hou ook niet van zoete drop. Jij bent ook niet zo van de drop, maar... Ik wel. Nee, die ga ik nog een keer bestellen. Zal ik hem zo gelijk erop zetten? Hij is lekker, hè? Ja, yeah, yeah. Hij is er maar tijdelijk. Dus ik bestel hem nog wel een keer. Alsjeblieft. Mila is naar huis. Ze ligt lekker op het bedje. En ik ga denk ik even niks doen. Marcus is nog heel veel de deur uit. Dus ik ga lekker New Amsterdam kijken. Ik zit er helemaal in. En ik heb gewoon echt zin om te gaan bingtwatchen. Oké, ik heb echt veel slow 2 gegeten. Maar daar had ik even zin in. Een avondje. En nu ga ik tevreden mijn bedje in. Morgen nog 1 dag weekend en hebben we school. En ik ben gewoon echt blij dat ik weer vroeg op mag staan. Want zij heeft wel geteld 9 dagen school gehad dit jaar. Dus ik ben blij dat er in ieder geval 10e dag komt. Dus ik wil de vlog nog even afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!